beelden van oude wedstrijden nog eens kunnen zien. En daar zijn we begonnen. Met Van der Eiken voor de Belgen. Weer Rijkaard. Van Basten. Een andere rol dan bij Ajax. En het eerste schot van de wedstrijd. Een hoekschot voor Nederland via het hoofd van Frankie van der Elst. Wie neemt het initiatief? Vooralsnog lijkt dat Gerrit te zijn. Die heel gretig aan deze wedstrijd is begonnen. En daar komt de eerste gele kaart. Rood. Een rode kaart. Daar staat Pietro Delia bekend om. Een rode kaart voor Wim. Na, even kijken, 3,5 minuut spelen gaat Wim Kief het veld uit. Nederland had moeten weten dat dit een hele strenge scheidsrechter is. En zeker Wim Kief, die Delia moet kennen. Wat voor Kouteren doet is trouwens ook niet lekker. Die gaf Kief een trap op zijn scheenbeen. Door zorgvuldig uitgestippelde tactiek van Leo Beenhakker. Nu Kief weg is. Bijna de openingsgoal van Jan Keulemans. Millimeters. Snel. Gullit komt helpen. Een goede poging. Vrij trap de wip. Weggehaald Frankie van der Elst. Van den Berg en van Tichelen zet terug. Geen buitenspel. De Wit. Van Basten is voor. Gullit ook. En Wijnsteken. Ineens natuurlijk. Ik dacht dat het buitenspel was voor Keulemans. Maar het wordt niet gegeven. Klaassen. Keulemans verlengt, Verkouteren. Die links schietend van die rechterkant gevaarlijk kan inkomen. Wat een mooi doelpunt, zeg. Je kon erop wachten, je zag het aankomen als je van de rechterkant inkomt. Dan kan je de verte hoek raken. En Verkouteren doet dat. Van Breukelen heeft geen kans. 20e minuut. Nogmaals uit een andere positie van achter het doel. En Verkouteren die bal vol raakt. Van der Eiken. Simpel Gullit uitgespeeld. En het schot van Leo van der Elst. Dat is hard. Maar daar schiet je weinig mee op. Keulemans, goede kopstoot. Goede redding ook van Breukelen. Haarzuiver weet Van der Eiken het hoofd van Jan Keulemans te vinden. Die voor Rijkaard is gekropen. Net op zegt Van Basten tegen Gullit. Op de traptechniek van Verkouteren. En de kans van Georgie Kruun. Gerrit, die het zelf probeert. Hij wil zo. Kan weer over de as van het veld komen. En wie doet hem niet? Van der Eiken. Van den Berg. De sluipschutter van Anderlecht. De man die minuten. Let hij trouwens ook eens op de goede traptechniek van René van der Eiken. Uit moeilijke positie hoe hij die bal terughaalt. Rankin, Keulemans, pas op, de bal ligt door te zitten. Verkouteren, Tjerniadinski. Dat is de klasse van deze Waal. Een echte puntspeler. En laten we nog eens terugkijken. Tjerniadinski. Zijn buurt.
Het schot is van Leo van der Elst en het scheelt weinig. Van Breukelen die daar goed zicht heeft op wat er gebeurt. Van der Eiken. Van afstand. Mooi schot. Heel mooi van een van de betere spelers in de Belgische ploeg. Zo ziet u dat goed van die camera achter het doel. En het scheelde maar heel weinig. Van der Elst. Van der Eiken. En die gaat het weer van afstand proberen. Gelijk heeft hij. De eerste keer was het hoog en nu probeert Van der Eiken het laag. De man met een zeer precieze trap ranken. En heel demonstratief plaatst de man uit Salerno nu voor het einde. En wordt bedankt door René van der Eiken en Michel.